Oké. Maandagochtend 30 december, 10:29. Nee, dat kan niet. Wel, 10:29. Vertel. Nou, we zijn laat. Ja, we hebben ook ons verhaaltje. We vanochtend konden we eigenlijk niks doen, want alles was bevroren. De hele auto was wit, alle auto's om ons heen, bladeren, noem maar op. Het was een dikke paar graden dat gevroren. Het was hartstikke mooi om te zien. En toen hebben we een broodje gehaald. En we hebben op ons gemak een broodje gegeten, een kopje koffie gedaan. En we gaan niet zo ver vandaag. Volgens Tom Tom 165 kilometer. Dus... Nee, lekker. We hebben er zin in. Het is alleen... Beetje bewolkt. Het is hier bewolkt. Ja, jammer. Ja, we net gingen we weg met zonnetje, dus het was wel apart. Ja. We gaan het beleven. We zien het. Oké. Oh. Nou, zulke wegen zie je niet zo 1, 2, 3 in Nederland hoor. Aan berg hier af, we komen al van heel hoog. We gaan nou weer tussen die bergen door. Ongelooflijk. Kijk daar, schijnt het zonnetje. Ja. Op die bergen. Ik weet niet of die goed op kan zien. Hier ook wel komen hoor. Komt goed. Nou, we staan hier op een parkeerterraad. Gewoon parkeerterrein. Bij een lyceum. En daar is het centrum. Dus we gaan naar het straatje daarin. Dan gaan we naar het centrum toe. En er is hier eigenlijk verder helemaal niets. En we staan hier omdat er eigenlijk niet zo'n alternatief was. Nou, gelukkig is die dicht. Dat is de Marie, gemeentehuis van dit plaatsje. Of is het de toerisme, bioscoop daarnaast. Nou, verder is niks, dit is het.